Trigger warning hierbij. Alvast een introductie, maar weet, de hele serie is, is één, grote, één trigger. grote trigger warning. Ambulance kwam ophalen, fantastisch. Ja. 700 euro. Nu <laughs> wil ik weer mezelf uh, omleggen, weet je wel. Weer heeft de Tesla? En ik heb een Kia Picanto. Je hebt gewoon precies dezelfde auto als mijn oma. Top. Ook die kleur. Top. Dat weet ik niet. Ik moet mijn oh, kristallen nog we we ja, met de tijd. Volgens mij hebben we allebei een hekel aan podcast ja. Allemaal ik, um... hulpeloze mokkeltjes bij ja, elkaar. Ja, <laughs> uh, Ziek in haar hoofd. Je luistert naar Groepstherapie. Met Vera en Sophie. De podcast over mentale ongezondheid. En wij zijn niet bevoegd om therapie te geven. Maar we zijn wel allebei mentally, mentally ill. ill. Ik val bijna in slaap. Ja, ik weet hoe dat komt. Hoe komt dat? Het waar we onder liggen. Oh, ik lig inderdaad onder een verzwaringsteken van Emma Sleep. Heerlijk. Wauw, het voelt alsof ik geknuffeld word. Echt zo en daaraan, fijn. slaap je beter, minder stress. Hebben wij een code? Nou, ik wil net zeggen, wij hebben een code, groepstherapie, oh, groepstherapie. Ja. daarmee krijg je dan nog eens extra korting, 10% op de al lopende bestaande kortingen bij Emma Sleep en dan wow. kun je zo'n heerlijk verzwaringsteken. Moet je echt doen. Ja. Leveringstijden kunnen uitlopen. Nee. Hoe zeg je dat? Om mezelf in te dekken. We willen toch dat die code gebruikt wordt? Ja, maar ik wil niet bij Boos. En daar zijn we dan. Ja, oh mijn god. Oh, maar nu ben ik een beetje verlegen. Ja, echt. Ik zit je ook echt aan te kijken. Je ziet er ook echt verlegen uit. Hallo allemaal. Dit is onze podcast. Wauw, ja. We zijn er echt. Het is uh, groepstherapie. Met en... Vera en Sophie. We gaan je vandaag vertellen hoe en wat, waarom, wie ja, zijn wij, wie zijn wij? Hoe, hoe, hoe zijn we op dit idee gekomen. Maar we gaan beginnen met hoe we er vandaag bij zitten. Ja. Bij welke B zit jij het dichtst bij? Ja, ik, 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 ik ben dus niet zo bekend met de B's. Blij, boos, bang of bedroefd. Ik ben blij. Ik ben ook blij. Ja, jij bent blij ja. of oh, fijn. Laat ons weten in de comments of jij in welke B. <laughs> welke B jij voelt op dit moment. Goed. Ik dacht inderdaad van, we moeten misschien beginnen met een introductie. Ik ga ja. altijd vanuit dat iedereen weet wie ik ben, waar ik ben geboren, wat mijn lievelingskleur <laughs> is. Maar heel veel mensen hebben geen idee. Nee. Dus uh, ik dacht, uh, nou, trap jij hem af? Trap wie ik ben hem je? Af? Wat voor ziektes heb je? Ja. Wat voor behandelingen goeie, heb je gehad? Goeie, Ben je uh, of maagd? Ja, oh ja, dat zou ik ook meenemen goeie. inderdaad. Um, mijn naam is Vera. Uh, ik ben bekend als Vera Camilla. Hoi Vera. Camilla is mijn tweede naam, dankjewel. Oh, wat onhandig dat je dat Ja, nu ik gaat zit in kunnen. de vape-generatie. Sorry, ik stop. Ja, het is erg. Ga maar door. Ja. Um, nou, ik ben al 14 jaar actief online. Jezus. Dus dat is echt heel lang. Mensen die zijn ook altijd een soort van. Wat deed je 14 jaar geleden dan? Maar toen was er al gewoon wel YouTube en een blog die ik had. Um, ik ben heel erg mentaal ongezond. Hm. Ja, mensen zeggen altijd: je gezondheid is het belangrijkste. Dan denk ik: nou ja, dan, dan verlies ik al gelijk. Ik um, heb al heel lang een gegeneraliseerde angststoornis. Ook Vet. een piekerstoornis gehad. Een burn-out in 2019. En toen kwam de pandemie, en dan ging dat eigenlijk over in een depressie. Top. Uh, en daarvoor slik ik nu nog medicatie. Citalopram, 40 milligram. Erg content mee, heel fijn. En daardoor functioneer ik weer wat beter. Ik woon in Arnhem. Ik heb een hele lieve partner. En een lieve hond. En ik ben influenza. Op TikTok, Instagram, YouTube. En nu dus ook een podcast met jou. gewoon podcast. Podcast halen. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat iemand dit keek en dat gewoon nog niet wist. Allemaal. Dit allemaal van mij. Misschien moet ik er een leuk feitje in gooien wat niemand weet. Ik ben hobbymatig. YouTube, pardon. Ik ben hobbymatig, Google-resistent. Dus ik recenseer alle. Restaurant waar ik kom en ik ben kritisch, toch rechtvaardig. Dus als je fantastisch bent, krijg je van mij vijf sterren, prachtige foto's en een lovende review. Ben jij zeer slecht, dan krijg je van mij twee sterren. Eén ster moet je het wel heel bond maken, maar twee sterren. En dan uh, in geuren en kleuren wat er allemaal uh, niet goed aan is. En dat is echt mijn, uh, mijn, mijn hobby. Dat vind ik fantastisch. Dit wist ik niet. Dit wist niemand, denk nee. ik. Nee, wow. Nou, jullie horen het, mensen met een restaurant. Als Vera binnenkomt lopen. Ja, wees maar niet blij. Denk nee. dan maar niet, jee, ik krijg een Instagram story en een gratis pronostie. Je krijgt een Google review. Ik krijgt een Google review. Mijn gute. Nou, Sophie, vertel. Top. Ik ben Sophie. Oeserie. <laughs> ik ben 25. Jezus. Ja. Wat oud. Nee, echt een baby bij nog. <laughs> en ik uh, doe nu zo'n zes jaar, denk ik. Ik ben denk ik 2017 begonnen. Denk nee, ik, 2017. Met Toen was ja. ik al zo lang bezig. Ja, wat erg. begon ik met YouTube-filmpjes maken. Ik had aandacht kort. Ja. En de school liep niet helemaal lekker. Mm. Maar ik heb wel mijn HAVO-diploma. Wauw. Ja, HBO ging niet helemaal lekker. Ik had aandachttekort. Ik denk, ik ga een filmpje maken. En dat ging goed. Ik denk altijd dat iedereen mij kent van die tijd. Ik maakte liedjes, hele succesvolle nummers heb ik ja. gemaakt. Ja. Possiblen lied. Boodschappenlied. boodschappenlied Echt ja. de meest random mensen zie je de gekste dingen op mijn kanaal. Ik heb een, <laughs> een Jessie Maya die Bohemian Rhapsody zingt. <laughs> ik heb een Jade Anna die een kilo kaas zingt. Van alles. Vlachtig. Dus ik denk altijd, ja, iedereen weet het wel. maar dat is het niet? Heel veel mensen komen er nu pas bij door de boodschappen. Dus welkom. Welke boodschappen? de boodschappen testvideo's. Oh ja, niet het boodschappenlied. Nee nee nee, niet te nee, verwarren. Dus heel veel mensen hebben geen of, of mensen die zeggen bijvoorbeeld vriend van TikTok. <güls> ja. ja. Want ik maak ook TikTok en Instagram content, maar ik ben begonnen met YouTube. Ja. Uh, nou toen 2017 toen, toen uh, probeerde ik nog school, daar nou, ging op een gegeven moment helemaal mis, helemaal finaal ingestort in een kliniek gezet. Ja. <laughs> Begon al in 2012. Toen wilde ik eigenlijk niet meer leven, maar ja, wilde ik niet meer leven of had ik aandacht tekort. Ja. Ja, dat ja. Is het, dat, ja. Uh, ja. ja, die nuance die was er niet helemaal. <laughs> dus uh, nooit hulpverlening, ge, altijd geweigerd, hekel aan de GGZ. Oh, ja. Geen zin om een planning te maken. Oh, wow. Zo slecht naar mijn zin. Okay. Gewoon doorgepakt. 2017 ingestort. In een kliniek gezet in de Yes Weekend Clinics. Toen nog niet heel bekend. Tegenwoordig denk ik dat Yes Weekend Can Clinics wel een bekend begrip is. Ik keek laatst een uh, aflevering van Vier Handen op één Buik. Mm. En toen had het meisje het ook over dat ze eerst naar Yes We Can Clinics wilde. Nou, toen dacht ik echt, wow, het is nu echt gewoon... ja als je... door jou, het is gek het als je niet bent geweest. Ja, ik ben er niet geweest. Ja, nou, dat vind ik... ja je bent ook te oud nu. Ja, zo shit. Zeg maar, heb je wel geleefd als je niet naar Yes We Can Clinics ja. bent geweest? Ja, goed punt. Nou, ik naar de Yes We Can Clinics. Daar heb ik de diagnose uh, borderline persoonlijkheidsstoornis gekregen tegenwoordig. ERS, emotieregulatiestoornis. Oké, okay, maar borderline klinkt veel lekkerder. Borderline klinkt wat meer als een scheldwoord. Ja, yeah. ja, is het. Ja, en dat ja. wordt ook meer gebruikt als een stigmatiserend scheldwoord. Ja, borderliner. Emotieregulatiestoornis ja. is eigenlijk wat het is. Ik ja. kan niet zo goed mijn emoties reguleren. Daar ben ik voor behandeld. <laughs> Sinds die tijd ook medicatie gaan slikken. Eerst acetaloprom, tubupropion, Fluoxetine, toen een tijdje niks. Tobibupropion, inmiddels fluoxetine 20 milligram, oh, ja. ga ik lekker op. Ja. Na mijn behandeling bij Yes You Clinics heb ik MBT gevolgd bij de Viersprong. En wat is Specialistische MBT? Specialistische GGZ. Mentalization Based Therapy. Okay. Want mentaliseren kan je leren. Oh, wow. En mentaliseren houdt in dat je geleerd om bepaalde emoties en gedrag te koppelen en waar het vandaan komt. Dat. Okay. Het wordt zo'n saai verhaal maar ja ik werd iedere dag met zo'n busje opgehaald, werd ik daarheen gebracht. Met een busje ook ja, echt. Vier dagen in de week. Top. Jeetje. Wauw. Ja. Ook gedaan. Dus eigenlijk ben ik genezen. Eigenlijk ben ik gewoon. gewoon ja, zo. je ben nu helemaal healthy. Ja. En ik heb een dochter. En een hond. En een hond. Ja, ja. En een partner. Ja, die zit daar. Die heb ik al een tijdje. Maar die dochter is, is nog vers. Ja, die dochter is heel vers. Ja. ja. Dus er zit dat, nog uh, net niet nog een bloedlaagje. Nee, en, dat is gewoon uh, grappig. Als ik zeg ja, ik heb een hond en een vriend, dan zegt iedereen ja. Als ik zeg ik heb een dochter, zeggen ze. Soms mensen rennen dan weg. Ja, snap ik. Ja. Dus ja. dat vind ik zelf gewoon grappig. Uh, volgens mij was dat het wel, toch? Ja, en ik heb dus uh, ik ga ervan uit dat iedereen dat weet, omdat ik heel veel video's heb gemaakt daarover. En ik heb ook met Jessica en Clinics nog een, sa een serie samengemaakt. Ja. Ja. Uh, dus eigenlijk staat alles van mijn verhaal staat, is, oh, ergens te vinden. Ja, Als je gewoon mij googelt Sofie Oesri ja. uh, ziek in haar hoofd. Ja. <laughs> Dan vind je ja. het gewoon. Dus ik ga ervan ja. uit dat iedereen het wel weet, ja. maar dat is niet, uh, is ja. niet het geval. Ja, grappig. Ja, ik heb ook um, veel video's over opgenomen. Ik zit nu ook te bedenken, ik had het nog niet verteld, ik had ook bindingsangst. Oh, en daar heeft je echt al een jaar een relatie of zo? Bijna tien. Oh. Ja, maar dat was in het begin heel moeilijk. Tien jaar geleden. Ja, oh. uh, maar dat is goed gekomen. Ja, um, maar nu ik, heb je verlatingsangst, denk ik. Nee, niet eens. Ik oh. heb soms dat ik denk, nou, als Jeff er niet meer is, red ik me ook wel. Ja, erg hè. Maar ik ben ook zo op ingesteld dat het een soort van ongeluk was. Ik dacht dat ik altijd alleen zou blijven. Mm -hmm. En daar was ik helemaal happy mee. En nu heb ik dus al per ongeluk tien jaar een partner. Um, dus nu heb ik zoiets van ja, uh, mocht het ooit overgaan, ben ik alsnog alleen. Maar wat als Jeff nu er niet meer zou zijn? Ja. Wie laat dan ochtends de hond uit? Ja, ik. En als, dat zou jij gewoon, dat zou je oké okay mee zijn. Ja. Oké. Okay. Denk het wel. <laughs> Ik heb verder cognitieve gedragstherapie gehad. Zet. Ik heb EMDR gehad. Oh. Ik heb groepstherapie geform, gevolgd. Ik heb ACT gedaan. A, A, ACT. A, ik heb geen idee wat het is. Sociotherapie kan. Ik weet het niet. niet. Maar ACT vond ik echt wel heel fijn. EMDR vond ik was echt pittig. Ja. Cognitieve gedragstherapie is een soort van een beetje basis. Mm -hmm. Vond sowieso groepstherapie ook heel fijn. Maar Dat is ik, leuk, heb, he? ik heb inmiddels zoveel therapie gehad al. Ik ben in, op mijn veertiende begonnen ermee. Jeetje. Dat ik het ook vaak niet meer weet hoe het nou allemaal heet. Ik weet alleen als ik een boek ja, lees over met... mentale gezondheid en dan komt alles er voorbij. denk ja, ik, ja, maar wat ja, ik heb het wat, allemaal wat, gehad. Zeg maar, bij MBT had ik vier dagen in de week Dan had ik groepstherapie, oh, systeemtherapie, wow. sociotherapie en psychotherapie. Oké. Okay. Ja, is toch gewoon één pot nat. Ja. Ja, bij systeem moet je met je familie zitten en bij groeps met een groep. Dat vond ik altijd het leukste. Ja, oh, het is is zo het leuk. Ja, is ook. Bij yes Weekend ook de groepstherapie ja. mijn favoriete onderdeel. Echt Heerlijk. Fijn. Oh, ja. genieten. Ja. Ik, allemaal um... hulpeloze mokkeltjes bij ja. elkaar. Ja. <laughs> Oh, fantastisch. Ja, ik ga er echt goed op. Ik mis dat. Hé, hey, maar waarom zijn Oeh, waarom, ja. sorry. Waarom ik, zijn we deze podcast Ja, waarom begonnen? zijn we deze podcast begonnen? Ja, ja. Wat, wat is ik happening? Ik denk dat we gewoon aandacht tekort hadden. En uh, we wouden gewoon mee met de tijd. Volgens mij hebben we allebei een hekel aan ja. ja. Sorry, ik moet van de microfoon weglachen. Ja. Anders dan... Uh, krijg je zo de kop? Krijgen jullie, nee, krijg je heel erg oorpijn. Ja, ik, ik had op een gegeven moment dat ik dacht... Ja, we kunnen wel elke keer een mukbang opnemen op jouw kanaal. Ja. Uh, maar je moet elke keer eten en jij bent zo skinny, je ja, eet bijna niet nee, meer. Nee. Um, en ik dacht, ja, een podcast ook gewoon een beetje een nuchtere kijk op mentale gezondheid ja. en uh, uh, lekker over medicatie praten. En... Ja, en ik heb het idee dat de mensen die onze onze Muckbank sorry hebben gekeken, dat die ook wel ontsnappen. Ja, zeker. Dat er niet dat er nu, het kan zijn dat er nu mensen kijken of luisteren en denken, wauw, is ze echt zo? Ja. <laughs> um, nou, ik, ik denk dat ze je zo... nu heel erg serieus vinden. Ja. ja, dat moet je niet doen hoor. Ja, nee, dan ga ik niet zo lekker op. Ja, maar dit is even de introductie-pot-aflevering. Ja, uh, nee, nee hè? Hoe, na, 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 dat is ook mijn vriend die nam mij in één keer zo serieus dat ik denk: Oh ja. Heb je ooit iets serieus uit mijn mond wilde komen. Ja, nou ja, maar nu dus wel. Ja, maar ja, ik, ik switch wel af hè. Ja, nou ja, ik wil net zeggen: introductie is nu heel serieus. Ja, maar daarna. Maar als Vera zegt dat ze therapie heeft gehad en ik zeg: Ja, vet, cool. Dat, uh... <laughs> dat moet je niet serieus nemen. <laughs> Maar dat is toch vet cool? Ja, vind ik ook. Maar ja, sommige mensen interp interpreteren dat uh, op een andere manier. Dus ik geef bij deze even de waarschuwing. Ja, en en. Um ja ik had op een gegeven moment Sophie wilde geen podcast maar toen had ik de naam bedacht en toen was uh... nee, jij zegt groepstherapie ja daar ben ik bij Het ja. maakt mij niet uit wie de groepstherapie organiseert ja. ik ben daar ja en ik baal alleen kijk ons doel is uiteindelijk dat zoveel mensen els en weet ik het allemaal in onze podcast al dat mukbangpubliek... publiek ja. dat we uiteindelijk gewoon een live podcast kunnen gaan doen ja dat is echt de droom want dat, wij willen met jullie in de groepstherapie ja want we vinden het ook niet erg om de hele dag met elkaar te lullen ja dat, dat lukt ons wel ja maar wij willen gewoon die interactie. Ja. we gaan daar gewoon zwaar ja, lekker echt op. Echt heel leuk. We gaan gewoon zwaar lekker op iedereen's ja. ziektes. Is heerlijk. En dan ja. gaan we lekker pillen poppen. Pille, gaan we met z'n on allen onze antidepressiva nemen? Ja. ja. En gewoon lekker. Dat stigma bestaat hier helemaal niet. Nee. Dat nee. kennen wij niet. Ik vind dat echt fijn. Ja, heerlijk. En um, ja, bij mij, mijn gedachten achter deze podcast was ook een beetje voor mensen die nu. Op de wachtlijst staan. Eh. Oh, dat is een goede. Of ja, um, wij zijn de overbrugging. Ja, of nog niet durven naar, het, naar een huisarts te gaan. Of uh, alles hebben afgerond, maar nog een soort van steuntje in de rug zoeken. Dan zijn wij er. Ja, wow. Dat is een, dat beetje is een goed idee. Ja, ik wist helemaal niet of ik dat tegen jou had gezegd. Überhaupt. Ja, ongetwijfeld. Maar, maar mijn brein bij is deze. echt van ieder. <laughs> nee, ja, super. Ik ben er helemaal bij. Ja, dus ik wij gaan het... gewoon uh, lekker kletsen over alles. En ja. uh, Elke aflevering heeft een ander onderwerp. Ja. Uh, je gaat ons helemaal leren kennen. En uh, weet gewoon dat uh, niks is. In seizoen 1. Ja. En mocht het een succes worden, dan hopen wij dat wij jullie in seizoen 2 ook wat beter kunnen leren kennen. En in de ziggodome zien, natuurlijk. Ja, in de ziggodoom. <laughs> Wauw, heb je dat gemanifesteerd? Wanneer is de volle maan? Dat weet ik niet, ik moet oh, mijn kristallen opladen. Ja, ik ga mijn kristallen dan eerst ontladen, dan opladen. En dan ontladen? Ik, ja, je moet ze eerst ontladen of reinigen. Ja, ja wassen moet je ze dan toch of zo, hè? Ja, of, uh, of de aarde begraven. Oh. Al die negatieve lading eruit, dan opladen in het maanlicht. Oh, maar ik kan ze nu wel goed in de aarde begraven, want mijn tuin is nu één en al aarde. Ja, nee, top. Top. Je hey, legt het vol met kristallen. Heerlijk. En dan staan wij... Binnen no time in de Ziggo Dome. Ik was naar een waarzegster <laughs> ja. geweest. Ja. In uh, waar was ik? New York. En die. Uh, Wauw, je was naar een waarzegster. In New York. Ja. Vet. En zij, uh, zij zei dat in 2025 al mijn dromen uitkomen. Ja, maar dan dus moeten we nog. 2025 Ziggo Dome. Ja, maar liever het. is eerst 2024. Ja. Dus dan hebben we nog een jaartje. Ja. 20... Jij wil jij wil volgende week al een, daar ik staan? Ik wil in januari. Nee. <laughs> Ze zegt al dingen, zeg ik ja, leuk, dat Zetten we op de lijst voor volgend jaar? Nee, volgende week. Ja. Ja, we willen ook heel graag Maxima ontmoeten. Ja, wij en, gaan Maxima, maar dat gaan we ook doen. En ik zeg maar, dacht maar dat gaan... dat dit jaar wel zou lukken, maar blijkbaar, ja, blijkbaar was dat enthousiast. Ja. Nee, is dat niet uh, gebeurd? Nee, niet gebeurd. Ja, want Maxima zet zich ook heel erg in over voor, voor mentale ziektes. gezondheid. Ja. ja, dus dat, um... dus misschien komt Maxima bij ons in de podcast. Ja, dat zou heel leuk zijn. We hebben hier een plekje voor Max. In Tiel. <laughs> ja, kom ze even naar Tiel. <laughs> Wie vind je leuker, Maxima of Meghan Markle? Mag je dat zeggen? Ja, natuurlijk okay. mag je dat zeggen. Ja, maar ik vind het niet vergelijkbaar. Ze zijn allebei wel slee, hè? Maar ook Maxima is natuurlijk echt een vrouw, wat een is oudere. Wat meer mogelijk dan. Nou ja, Meg... zeg maar Maxima is een koningin. Ja, oh en ja. Meghan is een prinses. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik snap wat je bedoelt. Je hebt gelijk. Ik hou Dus ik ga nooit vind... meer wat zeggen. Ik vind ze allebei fantastisch. Ja, top. Ja, uh, moeten we nog iets vertellen over deze podcast verder? Ja, je kunt hem dus kijken op oh, YouTube. Je kunt hem kijken op YouTube, je kunt hem luisteren op uh, Spotify. Ja, Vera die gaat mij vertellen hoe ik dit op Spotify ga doen. Dit gaat, kijk. is heel makkelijk. Alleen goed. Spotify of ook Deezer, Apple Music. Ja, dat Audi komt LNL. In ieder geval op Spotify. Oh, ja. um, en anders moet je hem gewoon op YouTube kijken. Hij ja. staat een dag eerder op YouTube met beeld. Oké. Okay. En dan, je kijkt me echt aan, dit wist ik niet. Nee, dit wist ik niet, maar okay. dat is wel fijn, want dan krijg je ja, meer geld. Ja, precies. En dan kun je hem, als je dan zegt van nee, maar ik wil per se luisteren op Spotify vooruit. We hebben deze podcast zodat ik mijn hypotheek kan afbetalen. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Daarom mag het ook op mijn kanaal van Vera. Echt lief. En je moet een Tesla natuurlijk. Oh, en deze aflevering was natuurlijk ook gesponsord. Ja, klopt. Ja. Ik heb ook een Tesla. Ik heb een Kia Picanto. Zo niet eerlijk. Vera heeft een Tesla en ik heb een Kia Picanto. Je hebt gewoon precies dezelfde auto als mijn oma. Top. Ook die kleur. Top. <laughs> echt top. Ja. Ik doe echt iets niet goed. <laughs> Om even terug te komen op uh, onze... <laughs> ja. Geschiedenis, hè? Ik ben naar Yesfie Kenklinics geweest. Daar werk je met de tien stappen. Oké. Okay. Nee, de tien acties, sorry. Wat ongeveer vergelijkbaar is met de twaalf stappen van de AA. Ja. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Maar niet het echt? Ja, wel. moet je echt een keer heen gaan. Nou, naar de AA? Of de NA of de CA. Maar ik, ik ben niet verslaafd aan. Ja, maar je hebt ook voor um, andere dingen. Oh goed verhaal. Ja, <laughs> Super. Anyway, daar spreek je altijd over een rock bottom. Oh ja. Je diepte, echt je dieptepunt dat je dacht: nu moet het anders. Ja. Wat was nou jouw rock bottom? Oh, mijn rock bottom was in Amsterdam in 2020. Dus drie jaar geleden. Uh, weet nog heel goed uh, dat dat ik gewoon, nou, dat ik alleen maar aan het huilen was. Ik lag alleen maar in bed en ik zat alleen maar te denken. Aan manieren uh, waarop ik er een einde oh, aan kon maken. Ik dacht aan manieren. Nee, niet aan manieren. Nee. <laughs> aan manieren. Manieren zijn oké, okay, maar mijn manieren om, uh, om er een einde aan te maken. Dus ik dacht van, nou, ik woonde op de zeven verdieping. De trigger warning, trigger warning. Ja, maar dit lijkt me toch... Dan moeten we bij elke aflevering oh, een trigger, trigger warning podcast, doen. Trigger warning, ja, sorry. Dus, ga verder. ja, trigger warning, hierbij. Alvast een introductie, maar weet de hele serie is... Dus één grote, trigger. grote trigger warning. Waar gaan jullie lekker over bruggen terwijl jullie op de wachtlijst staan? Ja, precies. Heerlijk. Nee, dus ik zat alleen maar na te denken: van... oké, okay, kan ik hier uit het raam. Nou, dat lijkt me eigenlijk heel naar. Um, en was wel de bovenste verdieping, maar nee, geen goed idee. Maar ik woonde ook aan het ei. En dat leek me dan fijner om gewoon mezelf soort van in het water. Grimmig. Ja, grimmig hè. Dus daar was ik over aan het nadenken en die gedachten waren er gewoon steeds meer. Uh, en toen weet ik nog, toen uh, was Jeff aan het werk. Hij werkte op de PC Hoofdstraat uh, toen. En toen uh, is hij volgens mij is hij eerder naar huis gekomen of zo, omdat het zo slecht met me ging. En toen zijn we naar de dokter gegaan samen. Uh, eigenlijk omdat ik gewoon antidepressiva wilde. Want ik had ook een beetje met mijn ouders over dat het niet goed ging. Niet in detail, maar wel dat ik gewoon heel somber was. En mijn moeder had echt zoiets van, meid, je hebt al die therapie al gedaan, het is tijd voor de pillen. Um, en mijn vader slikt zelf ook al heel lang antidepressiva. Echt, ik denk al 50 jaar of zo. Ja, misschien niet 50, 45, maar heel lang. Um, en hij heeft daar heel veel profijt van. En er zitten gewoon heel veel uh, depressies in de familie en angststoornissen etc. et cetera. Dus um, mijn doel was eigenlijk om gewoon die pillen te krijgen bij de huisarts. Uh, dus ik ging met uh, Jeff naar de huisarts. En mijn huisarts had eigenlijk zoiets van: oké, okay, ik uh, vind het wel een puikplan. Uh, um, maar toen bleek toch wel dat ik uh, naar de crisisdienst moest. Uh, omdat ze het niet vertrouwde dat het, uh, als ze nu gewoon antidepressief zou uits uitschrijven, dat het zonder begeleiding en zo, dat dat goed zou komen dus toen ben ik naar de crisisdienst gegaan. maar vanuit daar ging het eigenlijk snel beter. dus toen kreeg ik antidepressiva, ging dat slikken en ik werd heel erg in de gaten gehouden en heel erg begeleid. en toen voelde ik me eigenlijk heel serieus genomen, echt op zo'n manier wat ik nog nooit uh, had ervaren. Um, maar dat was echt wel, dat was echt mijn dieptepunt, omdat ik ook echt dacht dat ik daar nooit zou komen. ik ben van mezelf heel positief. Het glas is altijd half vol. Jij? Ik ben echt iemand die staat op met een glimlach. Jij hebt het gemerkt. Ze ligt. Ja, nee, dat is waar. Je was wel ja, heel irritant. In de ja, ja ik gewoon... ben helemaal gelijk. Zocht is dus yes, nieuwe dag, oh. zonnetje schijnt. We hebben we binnenkort twee logeerpartijtjes? Ja, ik, ik zou me inhouden. Nee. Ja. Maar zo ben okay. ik van nature. Dus die depressie kwam echt als shock. Ook omdat ik altijd angstig was geweest, maar niet somber. Dus ik was super bang. Maar wel met een glimlach. <laughs> maar dat, ja, ik heb dit, dit verhaal nooit zo goed. Dus je hebt eigenlijk al zes jaar therapie gehad. Dat werkte eigenlijk niet. Ja, zodanig niet. Langer volgens mij. Bij langer. de GGZ neem ik aan. Ja, ja of ik, ik ging naar speciale. Um... GGZ Slender. Ja, nee, nee, nee. Maak een, ik ging geen planning maken. Het heet dat in IPSO. Oké, okay, ja, maar je hebt allerlei oorlogen. Nou, en dat was echt op angst gespecialiseerd. Okay. En daar heb ik het meeste aan gehad toen. Okay. Um, en toen in mijn burn-out ben ik ook weer naar iemand gegaan, GGZ. Dat was echt de slechtste ooit. Die heeft ja. ook een slechte Google Review gekregen van mij. Mm, top. <laughs> Die ga ik ook. <lacht> <toe>. <lacht> was dat ook een restaurant? <laughs> En, uh, maar de, de Crisisdienst Amsterdam Centrum heeft een hele goede review van mij gekregen. Ja. Dus daar ben ik ook over weer. Dat vind ik ook zo bijzonder. Aan jou, maar dat heb ik zo vaak gezegd. Dat ik, denk, ik heb nog nooit iemand een positieve ervaring. Maar je, ja, therapie, je therapie had je wel wat aan, maar niet genoeg. Dus je wilde medicatie. En toen kon je, ja, je meteen was, bij de huisarts zeggen. Die heeft jou meteen naar de Crisisdienst nou, gestuurd. En... Het was meer, zeg maar. Ik had echt al zoveel therapie gehad inmiddels. Um, ook toen ik 14 was, ergens anders. Ik weet niet eens meer waar. En nou ja, ik had al zoveel geprobeerd toen met mijn burn-out. Het was echt een soort van opeenstapeling. En ik had ook op dat moment heel erg het idee: van nou, ah, ik kom hier gewoon nooit meer uit. Want het, ik blijf maar bezig. Eerst ben ik angstig, dan heb ik weer, uh, ben ik oververmoeid. Dan nu ben ik weer depressief. En nu wil ik weer mezelf uh... stop eens met op het kussen slaan. Sorry. Dus ik ben bang voor de ouders. Ja, heeft gelijk. <laughs> um, nu heb ik weer, nu en nu wil ik weer mezelf uh, omleggen, weet je wel. Dus. Ik dacht echt van, ik zag het gewoon zo niet meer zitten. Ik dacht ook echt, ja, het komt gewoon nooit meer goed bij mij. Ik was op dat moment 26 of 28, zoiets. Ik dacht, ik ben 28 en ik, uh, ik heb nu al zoveel uh, therapie gehad. En zoveel al, oh, ik, ik was gewoon moe. Ik dacht, het is het einde verhaal. Ik uh, trek het niet meer. Dus uh, toen zeiden mijn ouders eigenlijk van: Jij hebt gewoon pillen nodig. En dat was zo. Top, dat bleek zo te zijn. Dus toen ben ik. Maar ik zou een Waarom geworden? moet je die dan slikken? Ik dacht dat je bij de crisisdienst was beland op een gekke avond. Zeg maar dat je. Nee, uit je raam hing en dat je. Nee, je toen, nee. Jij bent gewoon via de huisarts. naar ja. de crisis En onder hun begeleiding ben jij die medicatie. Ja, gaan dus ik kwam ik nog nooit gehoord. Ja, dus ik kwam bij de crisisdienst. Je gaat nog wel een aparte aflevering over opnemen. Um, en toen ben ik eerst gaan praten met een verpleegkundig. psychiatrisch verpleegkundige. psychiatrisch arts. Uh, en toen kwam er een psychiater bij. En die was best wel intimiderend. Maar die zei wel van oké, okay, ik begrijp het. Jij krijgt gewoon dezelfde medicatie als je vader. En je moet hier blijven komen. Dus ik werd niet opgenomen, maar ik moest wel echt bijna elke dag daarheen. Of uh, ik had een telefonische afspraak. Of het was nog steeds in corona. Dus het was allemaal een beetje gekkig. Um, dus ik moest wel begeleiding. Dus toen ben ik ook bijvoorbeeld. Een, um, een terugvalplan, een mm -hmm. signaleringsplan gaan mm -hmm. maken. Had ik dus nog nooit gemaakt, terwijl ik ook zoveel therapie had oh. gehad. Never is in is my gek. life. Ja, en terwijl het is echt zo top, een signaleringsplan. Ik vind het helemaal fantastisch. Oh. Ik heb er ook een video over. Wauw, oh, feestelijk. Check mijn YouTube-kanaal. <laughs> dus dat, dat is... Nee, ik was niet eens op een gekke avond. Toen ontdekte oh. ik ook... Van derde komen ook mensen bij de crisisdienst... die van, worden van straat geplukt. Ja. Uh, ja, maar dat ze, daar, dat ze daar dan gewoon de tijd voor hadden. Zij maar ja. sommige mensen wachten letterlijk zes maanden... om ze een het. keer met iemand in gesprek mogen. Ik weet het. En ja, het was gewoon, echt bizar. En ook nog tijdens de COVID. Ja, omdat ze... ze ook, ik moet zeggen, ik heb ook nooit echt <laughs> lang hoeven wachten. Ja, ik dacht even, houden we mee, mee this about me? Ja. Ik heb ook nooit heel lang hoeven wachten. Maar ja, er zijn echt heel veel mensen die toch... Nou ja, mijn huisarts nam het zo serieus. Ja. En ook omdat, zeg maar, ik nooit zulke klachten had, had vertoond... Dat uh, ja, mijn huisarts was ook fantastisch in Amsterdam. Dat uh, ik bij de, ja, bij de crisisdienst terecht kon. Ja, ik vond het ook. Ik weet het. Ik, um, ik weet dat er heel veel andere verhalen zijn. Maar slee. Maar mijn ervaring was echt, echt toppie. Ja, per. Ja, dus um, toen ging het gelukkig uh, gauw beter. Heb ik nu je vragen beantwoord, of is er nog iets? Ja, volgens mij was de enige vraag: wat was je rock bottom? Ja. Het heb, betekent dit dat ik te lang geantwoord nee, heb? Nee, dat is okay. fijn. Meer adsense. Oké. Okay. Meer reclames er, er doorheen. <laughs> Super. Gewoon lullen. Super. Oké, okay, en jouw workbottom was in ja. 2017? Ja, dat denk ik wel. Ik moet wel zeggen, in 2012 of zo, toen was ik al een keer in het ziekenhuis beland, toen ik gewoon triggerwarning. <laughs> Wat had je toen gedaan? Ja, ik had gewoon heel veel, heel veel verschillende pilletjes ingenomen. Oh, ja. Ja, lekker. Was niet met zelfbeschadiging toen? Nee, dat deed ik wel ook. Ja. Maar niet, uh, niet op een manier dat het, uh, dat het daadwerkelijk effect zou hebben, denk ik. Oké. Okay. Nee. Dus, maar 2012 deed het gewoon doorgepakt. Wel een soort van. Een lange periode nog. Wel gewoon. een soort van borderline symptomen vertoond in de tussentijd. Als in ja. Niet langer dan, dan een jaar vrienden zijn met iemand. Uh, boos, blij, boos, blij. Ja. Die dingen. Uh, maar ik dacht, pak hem gewoon door. Want ik was ervan overtuigd dat als ik klaar zou zijn met de middelbare school, dat ik dan genezen zou zijn. Oh, wauw. Ja, ik dacht, het is de middelbare school. <laughs> en dat was het, bela het, was het belangrijkste <laughs> op de wereld voor mij, hè. Ik dacht, oh, ik zal altijd school over sanity. Dat was mijn mantra. Nee, serieus? Ja, echt. Ik dacht echt, school is mijn allesje. Nee. Ja, echt. En uh, zodra ik van de middelbare school ben, ben ik genezen. Dan begin ik opnieuw. Wauw. En niks is belangrijker dan school, dat dacht ik dus ik heb mijn havo-diploma gehaald, ook nog met even moeite, want ik had NNG gedaan met wiskunde B. Ja, dat kon ik helemaal niet. Wat had je gedaan? NNG. Wat is NNG? Ja, je kiest op een gegeven moment een pakket bij ja, havo. Ja, ik heb. Ja, dit is een ding, hè? Ik zijn heb FMO gedaan. gedaan of zo. Ik heb FMO <laughs> gedaan. Mensen denken altijd dat niemand FMO doet en dat iedereen begrijpt dan dat NNG en je. Nou, ter, op bij FMO is het gewoon heel anders dan bij havo en hoger. Dus ik had gewoon niet die. Geavanceerde um, scholing. Nee, ja, ik ben er nu echt van overtuigd dat volgens mij is alles gewoon hetzelfde. Oké. Okay. Ze dus doen gewoon alsof. Ja, toch? <laughs> Mavo, Havo. Volgens mij is het allemaal één pot nat. Ja, dat denk ik echt. Maar goed, ik zat op de Havo. Ja. En uh, daar kies je op een gegeven moment. Dus klopt er klopte iemand aan. Oh, dat is mijn vader. Ik wil net zeggen, volgens mij is het je vader. Ja, zeg dat hij weg moet. <laughs> <laughs> op een gegeven moment kies je een pakket als je naar de vierde gaat. En natuur en gezondheid, natuur en techniek. Cultuur en maatschappij en whatever. Daar zit je vakkenpakket. Ik had natuur en gezondheid, dus ik had scheikunde. Uh, ik had eerst natuurkunde, werd later aardrijkskunde, bla bla. Ik had wiskunde B gekozen. Want okay. ik was eerst heel goed in wiskunde, daarna dus niet meer. Heel veel bijles. Echt iedere dag zag ik mijn bijlesmeisje op de TU. Het was echt intens. Met heel veel moeite mijn examens gehaald uiteindelijk. En toen dacht ik: oké, okay, dan ga ik opnieuw beginnen in Breda. Nou, het was één grote ramp. Ja. Het was echt één grote ramp. Ik kon het niet. Ik had ook nog altijd drie baantjes tegelijk. Oh. Ik bleef maar gaan. Nee, dat ging maar ik echt. Waarom? Ging ik bij McDonald's werken van 8 uh, van tot 11? Uh, tot ja. Nee, ik lieg. Van 10 tot 4. Ja. Dan bij de pizzeria van 5 van tot 8. En dan ging ik s'avonds nog bij de bar, achter de bar werken van. Uh, 10 uur s'avonds avonds tot 7 uur 's ochtends en dan de volgende weer door. Jezus, waarom, en ouders ik 15, 16. Hè? Waarom deed je dat? Ja voor die 80 euro in de maand. Ja ik wou meet en greet komen met Ariana Grande, oh, ja. Ik ging naar al die concerten toe, dus ik ja. had altijd twee of meer baantjes. Ja. En dan en dan studeren erbij. Dat was echt één grote ramp. Niemand mocht mij. Kon totaal geen aansluiting je? vinden. Uh, International Media and Entertainment. Management. Wow. Ja. Ik wou ik wou dierenarts worden, maar dat dat was een niet <laughs> geworden met mijn natuurkunde zag dus ik nou IMEM dat klinkt leuk klonk heel spannend ik dacht ik ga naar de IMEM vreselijk um, kon geen aansluiting vinden echt nul niemand mocht mij daar ja. echt niemand mocht mij daar terwijl op nee. de middelbare school ja misschien was ik gewoon intimiderend nou maar ik heb nog steeds op zich wel contact met mensen van de middelbare school oké okay. maar op de HBO niemand mocht mij mm. echt waar niemand mocht mij dat was echt vreselijk kijk er niet leuk naar het op, op terug. Ik daar op kamers. Ik had toen wel heel leuk huisgenoten trouwens. Dat wel. Ja, um, Ja, toen op een gegeven moment... Na dat eerste jaar... Met moeite doorheen gekomen. Per ongeluk. Want ik wou helemaal niet over. Maar een leraar... Die had mij een 6,8 gegeven... Voor een toets die ik nooit heb gemaakt. En vervolgens <laughs> gaf hij me een dikke knip oog. ...voor finance. <laughs> Volgens mij omdat zijn dochter ook Sophie heette, denk ik echt. Ze jij was zeker wel blij toen je punt had. Ik heb die toets nooit gemaakt. Wat creepy. Ik ben, daar, ik ben daar niet heen gegaan, ik ben niet naar de herkans heen gegaan. En toen stond er een 6,8 in het systeem. En daardoor ben ik overgegaan het wow. eerste jaar op het hbo. Uh, maar ja, ik was echt ingestort. Toen ben ik, heb ik al mijn spullen verkocht. Ben naar, terug naar, ik mocht eigenlijk niet terug thuis komen van mijn moeder... ...want het ging helemaal niet goed. Dus het was eigenlijk niet bedoeld dat ik terug naar huis ging. Maar ik zei, mm. kom gewoon. Yeah. Al mijn spullen verkocht... Terug naar huis. En uh, toen lag ik daar iedere dag in bed. Ja. Tot grote ergernis van mijn ouders. Echt, uh, ik, ik sliep gewoon de hele dag. En dan werd ik af en toe om vier uur s middags een keer wakker. Ging ik wat eten, ging ik weer slapen. En ik deed helemaal niks. Ook oh, interventies, schat wil je niet weten. Ja. Op een gegeven moment stond mijn huisarts bij mij in de slaapkamer. Oké. Okay. Oh, vond ik verschrikkelijk. Ik ben gewoon de deur uitgerend. Ze hebben het allemaal geprobeerd. En ik wou gewoon niet. Ik wou gewoon niet. Nee. Ja, nee, en toen op een gegeven moment zei mijn moeder: van, ja, Je moet echt uh, naar de Yes Weekend Clinic. Ik heb wat gevonden. Oh. Maar ja, toen was ik al op zo'n punt dat ik dacht: Ja. Doe maar. Ja, ik dacht: Het zal mijn worst wezen. Ging ik eerst mee naar zo'n infoavond? Nou, en dat was, was gewoon een cult. <laughs> ja. En toen dacht ik: Oh, mijn klant. Het was gewoon een cult. Het ja. was echt een cult. Ja. En toen hoorde ik dus: Je mag tien weken je telefoon niet meenemen. Oh my god. En het was heel gek, want mijn leven stortte in. En tegelijkertijd. YouTube. YouTube. Dus ik had toen net die, die viral video gehad. Ja, welke maar video ik, was het? Het eh, Bosse Lied. Ja. Of Loterij, een van die twee. Allebei ongeveer een miljoen. En ik leerde door YouTube weer allemaal vrienden kennen. Allemaal ja. internetvrienden had ik toen. Want in het echt, ik ging dan ook naar de YouTube Gathering gewoon als. Gewoon een oh, kaartje kopen. dan ja. leer ik zoveel mensen kennen. En het was echt de reden dat mijn YouTube goed ging. Dat was niet ik. Dat was echt Jozefine die mij dan uit bed kwam halen. Uh, Richelle die mij uit bed kwam halen. Tom die mij hielp met het opnemen. Uh, Tom die mij hielp met het editen. Um, en natuurlijk Milan dus, Knol. Dat was echt vlak daarvoor. Dat is echt... Dat was denk ik zo'n... Letterlijk drie maanden... Dat heeft drie maanden... Drie maanden voordat ik opgenomen werd. ja. En dat is toen ook ja. geëindigd in de tijd dat ik ja, opgenomen was. Precies. Dus het was een soort van heel, bepaalde dingen gingen heel goed, bepaalde dingen gingen heel slecht. Mijn moeder ging verhuizen. Mijn moeder zei ook van als jij niet naar de kliniek gaat, dan eh, moet je ook gewoon je moet gewoon weg. Dan ja. ziet het maar lekker uit, weet je, om maar ja. zo te zeggen. Ja. Oh, het werden ze ook mijn telefoon niet mee, want het ging nog vragen. Ja, maar ik ben YouTuber, mag ik meteen? Ja, wil je het wel meenemen? <laughs> en dan was het dus echt dik scheid aan. Ik had 30.000 abonnees toen ik ging, volgens mij. <laughs> um, nou ja, uiteindelijk pff, toch naar die intake gegaan. Het zeiden ze ja, 20 december. Het was toen oktober of zo. Oh. En Ik moest al in december. Ik zei nee, doe maar uh, februari of zo, want ik, ik moet nog in de oliebollenkraam werken. Ik werkte ieder jaar voor Piet en Henny in de oliebollenkraam. <laughs> Die kan ik niet zomaar laten vallen. Um, ik zou nog op vakantie gaan. Ik zou nog naar mijn familie gaan in Marokko. Nee, 20 december. Ja. Oh, toen zag ik mijn leven voorbij. Verliezen. Ik denk, oh, dan zit ik daar ja. net voor de kerst. Ja. Kom ik binnen. Wat een timing Oud en nieuw. Ja. Oh, verschrikkelijk. Ja. En toen ben ik toch gegaan. Ja. En er gewoon dat busje ingaan. Ja, dat was fantastisch. Ja, dat <laughs> ja, was echt leuk. Oh, ik heb nog nooit zoveel mensen zien huilen met Kerst en auto en nieuw. Oh, heerlijk. Ja, ja fijn. Echt. Zo, maar, ik heb sowieso eigenlijk niet echt iets met Kerst. Maar nee. het voelt gewoon. Maar ik vond het eigenlijk wel leuk om met Kerst in zo'n cult te zitten. Ja. Maar het was eigenlijk, ja, het was gewoon echt heel grappig. Behalve dat ik iedere dag om zeven uur ochtends gym had dat. ochtends opstaan iedere dag was intens. Behalve na een week of acht ben je eraan gewend, dan denk je, ja, yeah. Ja, dan ben je net zoals ik. Ja, nou, nou het was echt heerlijk. Dan sta je we die ochtend, gym zo. Oeh, oeh. Um, maar dat was wel het punt dat ik inderdaad dacht: van ja, nou ja, het boeit me eigenlijk niet meer. Uh. Nee. En ik heb daarna nog wel een paar keer gehad door naar die MBT ook. Ben ik ook nog een keer opgesloten op de Paas. dat ik gewoon midden in mijn Dat ik al honderd, niemand weet dat ook. Ik had nooit gedeeld. We hebben heel even, je gaat er nu heel snel doorheen. De Paas. En wat zei je midden in mijn MBT? Nee, in mijn MBT vlak naar mijn nee, midden in mijn MBT. En wat of vlak, vlak voor mijn MBT? Hm. Die behandeling die ik heb gedaan. Ja, oké. Okay. Ik denk dat dat net ervoor was. Oké, okay, voor Maar wel iemand... midden in mijn YouTube. Ik had toen al 100.000 abonnees, maar ik heb dat gewoon nooit gedeeld nergens. Oké. Okay. Toen dus ik met de ambulance opgehaald thuis. Wow. Maar het komt omdat ik van medicatie ging wisselen. Ah. En dat had ik niet moeten doen. Ja, ja. dat had ik wel... Kijk. Ik allemaal memories unlocked nu. In de kliniek ben ik begonnen met escitalopram. Niet citalopram, escitalopram. Ja. ja, is anders dus. Ja. En ik werd... Ik sliep op een gegeven moment 19 uur van de 24. Oh ja. Gestoord. Ja. Dus ik ging naar het ziekenhuis om een slaaptest te doen. Ik had helemaal van die stickers. Ja. En ik bleef gewoon in slaap vallen. Dutchest, slaap en dutjes test. Ik bleef gewoon eens. Ik lag. Ik was weg. <laughs> ik lag de hele dag te maffen. Ik kon ook niet een dag door zonder overdag te maffen. Dus toen kreeg ik diagnose hypersomnie op basis van stemmingsproblematiek. Oh ja. Yeah. Maar. Um, het zei de huisarts van laten we gewoon andere medicatie proberen. Hmm. Het ging dus naar bupropion. Nou en ik werd gewoon. Koek, koek. Ik was gewoon helemaal, mijn lichaam was echt overgenomen gewoon. Okay. Dus ik dacht, ja yeah, ik ga weer een keer al mijn pillen in één keer innemen. Ja. Maar ik had ook geen zin om dat te delen, want ja, je verzekering komt op je, voor je nek. Iedereen <laughs> komt voor je nek, overlijdend <laughs> ja. verzekering. <je> iedereen <laughs> komt voor je nek. Klopt, ja. Als ik dit nu online zet, kunnen ze dan voor mijn nek komen? Nee joh, okay. zo lang geleden ja dat is wel waar op een gegeven moment na, ja. na een jaar of tien Verjaard. daar zijn we nog niet maar tegen de tijd dat ga wel dan kunnen jullie me niks meer maken nee. goed um, ik dacht ik ga nog een keer allemaal pilletjes nemen leuk fijn ja heerlijk nou ambulance kwam me ophalen fantastisch ja. 700 euro oh. mijn eigen risico ga ik altijd overheen dus ja, maar niet gratis voor mij maar pas op als je een ambulance belt ja je niet over je eigen risico heen uh, het hebben ze me opgesloten op de paas ja, en wat is de paas? Dat is, de, dat is een psychiatrische afdeling in het ziekenhuis. zit in ieder ziekenhuis. En dat is dus zo'n... Heb je dat nooit gezien? Nee. Heb je Pretty Little Liars gezien? Nee. Maar Mona op een gegeven moment zit in PLL. Heb je dat niet gezien? Ja, omdat het is een oh verschrikkelijke serie. Als nee. Ik ben, luister. Ik, ik zag ben op aan kijken voor jou. Ik, <laughs> ik zag op Twitter continu mensen die werden helemaal gek. Ja, maar jij kan nu in één keer doorkijken. Ik moest jarenlang wachten. Ja. Dat heeft ja, mij een jaar niet, van mijn leven gekost. Ik denk niet dat ik dat, ik, dat, ik dat kan. Maar de Paas is zo'n afdeling in het ziekenhuis waar echt van die mensen lopen en zo'n ziekenhuisjurk. Oh ja? Echt. Uh, bij mij zaten er voornamelijk eenzame ouderen volgens mij. Die oh. dan gewoon doen alsof ze verward zijn zodat ze niet naar huis hoeven. Oh. Maar uh, ja, dat is dus een psychiatrische afdeling in het ziekenhuis. Dat hm. heet Paas. P-A-A-Z. Oh, paas. Ja, en daar ben ik toen de volgende ochtend uitgebroken. Toen stond ik daar om zes uur. Oh, ik zei, laat mij eruit. Ik was toen al 18 geweest. Ik was toen 19 of 20 of zo. Ik zei, jullie kunnen me niet vasthouden. Ja, toen ben ik MBT gaan doen. En volgens mij deed ik toen al MBT. Maar waar, in welk jaar was dit nou precies? 2019. Oké. Okay. 2019, 2020. Ja. Niet, volgens mij was er nog geen COVID. Nee. Mij was het daarvoor. oké. Okay. Ja, dat was daarvoor, denk ja. ik. Ja. Ja, toen, uh, toen uiteindelijk naar fluoxetine gaan, toen was ik er weer hoor. Ja, toen was je weer happy. Toen happy. daarna is dat niet meer gebeurd. Het zou nu, niet meer gebeuren, denk ik. Nee. Maar was gewoon even. Uh, ja. Dus voor fouten. Maar jij hebt nooit. Ik dacht, let's do <laughs> je even. hebt natuurlijk nooit de garantie dat je zo happy en stabiel bent voor de rest van je leven. Ja, maar dat was, dat was gewoon niet ik. Daar kon ik echt niks aan doen. Nee, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, een chemische imbalans. <laughs> ga je voor altijd fluoxetine blijven slikken? Nou, dat ben jij wel van plan. Ja, ik Misschien. slik geen fluxotine. Nee, jij op citadopram. Ja. Maar waarom zou ik dat dan niet mogen? Nee, maar dat mag je ook. Het is geen veroordeling. Het is het is gewoon, nee, nee Het is gewoon een vraag. Nee, van... sorry. Ik moet even de emoties reguleren. Ja, doe maar. <laughs> ja, ik, ik was maar... laatst wel ook bij de Poppolie. Ja. Mijn laatste gesprek bij de poppoli. En wat is de poppoli? Dat is voor psychiatrische ondersteuning tijdens de zwangerschap. Oh, ja. Dus ik was bij de pop. Ja, een afsluitingsgesprek want ja. als je dus verpleegkundige komt naar je huis en maar de, dat is waar ik aan moest denken. Als ze komen allemaal naar je huis, ik heb iedereen hier op bezoek gehad en toen moest ik naar de pop, naar de psychiater en die ja. zei toen dus ook van uh, ja, na een jaar ga gewoon naar je huisarts, ga gewoon afbouwen. Ja. Het keek ik die verpleegkundige aan en ze zei ook ja, ik zie aan dat ze dat niet wil. <laughs> en toen zei ik ook ja, we dat even niet doen. Ik zei nee, nee ja, en ik zei ik ben niet gaan slikken omdat ik depressief werd in mijn zwangerschap. Ik ben het gaan slikken omdat mijn stemming ja. gewoon alle kanten op kan gaan. En dat werd toen wel versterkt. Ja. Um, maar ja, als we even kijken, als we even terugkijken, ik heb de hele tijd geen medicatie geslikt. En toen ging mijn leven ook alle kanten op. Ja. Dus is daar ja. een verband. Ja. En toen zei ze, oh nee, ja, dan blijf lekker slikken, joh. Oké. Okay. Ja. Okay. Ik heb ook altijd hele chillen huisartsen. Ja, die, die openen mijn dossier. En die denken, mij. Wow, yeah. Ik ging daarheen en ik zeg, ik wil dit, ik wil dit. Ze zeggen, het ja. is goed, meid, het ligt klaar. Ja. Ik, heb het gewoon, ik, ik kan bijna zelf huisarts worden. Wauw. Ja. Is dat iets wat je zou willen? Nee. Oh mijn god, dan moet je naar mensen hun voetschimmel kijken. Maar ja, maar zulke vieze dingen. Echt de meest ja, roze dingen. Ja. Huidschimmel. Dat en dan ik, dan moet omdat je... ik huidschimmel ja, had. Ja, en altijd als inderdaad, als je denkt, oh, ik heb een uh, vaginale infectie of zo. Allemaal naar de huisarts. Genitale Uit... vratten. Af... maken nou, Ik weet niet of je met schaamloos naar de huisarts moet gaan, maar aanbijen. Aanbijen? Zo. Nee, ik zou geen huisarts willen zijn. Nee, ik ook niet. Nee. Maar wij gaan voor de functie ervaringsdeskundige. Precies. Vandaar deze podcast. Ja, dat is ook de disclaimer natuurlijk die we aan het begin hebben. Ja, wij zijn ervaringsdeskundigen. Wij zijn ervaringsdeskundigen, ja. <laughs> ja. Dat was het denk ik voor aflevering Ik 1. weet niet of we nog zoveel afleveringen vol voor, voor kunnen lullen. Nee, maar... misschien moeten we er drie doen in plaats van vier. Ja, ik, maar ik denk echt dat mensen het te weinig gaan vinden. Willen jullie voortaan een aflevering van een kwartier? Ja, laat even weten. Ja, laat het even weten. Want wij weten echt niet wat we doen. Ja, maar we kunnen het ook een keer over leuke dingen hebben. Net zo niet muckbangs. Ja, tuurlijk. Oh, dat is ook want wel die een die praten we ook zo veel Ja, ja goed. Nou, laat ons even weten wat je ervan vond. Ja. Daar doen we waarschijnlijk voor de volgende aflevering niks mee. Want alles is van tevoren opgenomen. Ja. <laughs> Maar misschien, misschien volgend seizoen. <laughs> Dat dus heb je wel een goed punt. <laughs> ja, je kan niet zeggen wat je wil. Maar je toch niet ja, uit. Is het is allemaal opgelopen. Laat je leeftijd wederom achter in de comments. En, eh. Uh, ja. Bedankt, hoe voor we voor het af? bedankt voor het luisteren, voor het kijken. En tot volgende week. Ja, we moeten, ja. We moeten, we wel, moeten we wel samen iets leuks doen? Oh, moeten we samen iets leuks uh, doen? Uh, iets zingen. Iets bedankt voor het kijken. En vergeet je medicatie niet? Oh ja, goed. Oké. Okay. 3, 2, 1. Bedankt voor het kijken en vergeet, vergeet je medicatie niet!